Het ik-vertrek-verhaal, mensen maken het ook vaak veel groter dan dat het is. Als je weg wil, dan is dat niet heel lastig. En ook qua financiële middelen niet heel lastig, want er zijn gewoon stukjes land te koop van 20.000, 25.000 euro. Kijk, als je de middelen hebt, dan kun je ook heel makkelijk daar een tiny house neerzetten op wielen. En dan valt dat onder een caravanbed. En dan kun je daar gewoon wonen. Dan is het ook heel makkelijk als je een stuk grond koopt om dan een soort van camping te beginnen en meerdere mensen daar een tiny house op te laten zetten. Ja. Nu heb jij afgelopen zomer een hele mooie trip gemaakt met je gezin. Vertel eens, waar ben je geweest en hoe zag die trip eruit? Mijn naam is Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep. VRB is marktleider in het oprichten van BV's, het belastingvrij omzetten van eenmanszaken naar een BV en het verzorgen van een complete boekhouding voor 1000 ondernemers. We hebben ruimte voor wakkere financiële mensen die ons team komen versterken. Heb jij affiniteit met BV's en zou je het leuk vinden om jouw expertise beschikbaar te stellen aan wakkere ondernemers? Dan kan je mij een mailtje sturen. Mijn mailadres is pvanrijswijk@vrbadvies.nl. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 43e aflevering van de videopodcast Een Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben we gesproken met Peter Maasdam. En Peter heb ik leren kennen tijdens Plan B aan Zee in Spanje. Het was een hele leuke week. En Peter die heeft in Spanje zijn Plan B gerealiseerd. Dus wil je daar meer over weten, zou ik zeggen, kijk naar die podcast. Vandaag gaan we praten met Suzette van Op Zeeland. Welkom, Suzette. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ik zal je zo meteen verder introduceren, maar ja, Plan B stroomt door jouw bloed. Hè? Zoals je aangegeven hebt, je komt uit een marinenest. En ook bij jouw ouders stroomde Plan B door hun bloed. En hoe is dat bij jou gegaan? Hoe is dat bij mij gegaan? Ik ben geboren in Den Helder. Na een half jaar verhuisden wij naar Curaçao, dus vanwege het werk van mijn vader. En wij zijn daar 6 jaar woonachtig geweest. Daarna zijn wij naar Ierland verhuisd. Toen weer naar Nederland. Ik heb mijn tienertijd dus in Nederland doorgebracht. Aan het einde van mijn tienertijd ben ik vertrokken naar Israël. Daar heb ik ruim 2,5 jaar gewoond. En daarna weer terug naar Nederland. Plan B is eigenlijk altijd aanwezig geweest. Zowel in het DNA van mijn ouders als in mijn DNA. Ja. Je bent een getalenteerde dame. Je hebt in de sales gezeten, de finance. Je bent auteur, je schrijft columns, gedichten. Diversiteit van werkzaamheden. Wat doe je nu op dit moment? Op dit moment ben ik bezig met een roman. Ja, ik heb een mooie opdracht gekregen van een uitgever. Dus op dit moment ben ik daarmee bezig. En ik ben bezig met een assessment te creëren, aan het maken voor een verzekeraar in Nederland, om gezondheid te meten binnen diverse afdelingen, divisies. En dat komt ook omdat ik begin dit jaar geslaagd ben voor mijn arbeids- en gezondheidspsychologie. Dus ik ben nu ook bekwaam en bevoegd om zo'n assessment te mogen maken. En dat doe ik met heel veel plezier. Ja. Hey, je bent bij MVO de 24 geweest volgens mij. Misschien ook bij 23? Nee, 24. 24, ja. je hebt de eerste gemist. Wat vond jij van die dag? Ja, waanzinnig. Ja. Vertel eens. Ik ben hooggevoelig. Dus ik moet altijd me wel even voorbereiden op hele grote menigte, gezelschap. Dan kies ik altijd een paar ankers uit. Want ik weet dat er heel veel op me af gaat komen zo'n dag. En ik vond het waanzinnig bijzonder.
Robert Bridgman, die begon natuurlijk in de ochtend. En dat was een hele mooie start. Mm-hmm. Daardoor zat meteen die flow, die sfeer, het zat er gewoon meteen in. Dus ik voelde dat ook. Interessante sprekers, gewoon heel veel informatie die je normaal gesproken het is niet zo dat je een NOS-journaal kijkt en dat gepresenteerd wordt. Dus die informatie, daar moet je of naar zoeken. Mm-hmm. Nou, en jij hebt het initiatief genomen om dat allemaal in één dag aan de man te brengen, aan de ondernemer te brengen. Ja. Ik heb vrij veel ondernemers in mijn omgeving. Ik ben zelf geen ondernemer meer. Ik heb wel een BV gehad. Die heb ik laten liquideren. Had ik achteraf niet moeten doen. Maar, dus ik heb daar met pen en papier heb ik daar gezeten. Mm-hmm. Qua schrijven. En, dus dat was... Dat was heel fijn. En ik heb ook leuk contact met Barbara eraan overgehouden in Mexico. Oké, okay, mooi. Ja. Nou, wat leuk om te benoemen is... we zijn al druk bezig met een line-up voor MVO 25. Die is nu klaar. En gisteren heb ik ook met Willem Middelkoop afgesproken... dat hij een keynote spreker wordt tijdens MVO 25. En hij gaat het hebben over plan B... in Zwitserland, plan C in Dubai, waar hij mee bezig is. De vorderingen van de Great Reset. Eigenlijk alle zaken waar we ook over aan het nadenken zijn. Ja. Daar komt het over. Dat is heel leuk. Dus de line-up is dan klaar. Mensen kunnen al kaarten kopen in de voorverkoop. Voor 31 december zijn ze nog met korting. Dus jij bent van harte uitgenodigd wederom om daar aanwezig te zijn. Maar goed, het thema is plan B in one day. We hebben het veel over plan B. We gaan het vandaag ook hebben over jouw plannen rondom plan B. Ja. Je hebt veel gezien van de wereld. Hoe kijk je nu tegen de wereld aan op dit moment? Wat is jouw visie? Je bedoelt of het een voorspelling is of op dit moment hoe het gaat in de wereld? Ja, waar staan we nu en waar gaat het naartoe in jouw ogen? Ja, we staan in het laatste stukje chaos. En, hoe bedoel je dat? Er zijn historicus, onderzoekers, mensen die heel makkelijk kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Omdat we eigenlijk alleen maar naar het verleden hoeven te kijken. En elke 80 tot 85 jaar krijgen we gewoon een nieuw systeem. Dus je kan... deze nieuwe wereld kan je zien vanuit spiritueel oogpunt, maar je kan het ook heel praktisch zien en gewoon kijken naar de curve van het verleden. Mm-hmm. En dan zie ik wel dat we in dat laatste stukje zien, je voelt ook de opstapeling qua informatieoorlog. Mm-hmm. Dus er zijn ook geen rustmomenten meer. Dus er wordt op dit moment ook echt, tenminste zo voel ik dat dan wel, alles uit de kast gehaald om die rust ook maar te verstoren. Mm-hmm. Dus, en je moet je ook overal druk om maken. En als je dat niet doet, dan ben je toch wel een beetje vreemde eend in de bijt. Want minderheden, hè, daar moeten we ons altijd heel erg druk om maken. Ja. Dan ben je per definitie ook een goed mens. Ja, maar goed, we denken na over een plan B. Ja. Waarom denken we met z'n allen na over een plan B? Vertel mij dat eens. Wij denken waar maken we een plan B voor? Wij maken een plan B vanuit pijn of vanuit passie. Ja. En dat zijn de twee drijfveren. Van de mens. Wat brengt jou in beweging? Is dat passie? Of is dat pijn? Ja. De mensen die in beweging komen vanuit passie is een relatief kleine groep. Is een groep die nu bezig is met plan B. Ja. En waarom zijn deze mensen met hun plan B bezig? Wat komt er op hen af dan volgens jou?
waarom deze mensen met hun plan B bezig zijn? Nou, wat er allemaal op hen afkomt, is veel druk, veel chaos, veel onzekerheid. En op het moment dat je die onzekerheid dagelijks gaat ervaren, dan moet je jezelf ook kunnen aankijken van ik ben er klaar voor om te veranderen. Mensen veranderen meestal pas alleen maar echt als het moet. Maar ik merk in deze tijd dat vrij snel gaat. En dat zie ik ook een beetje met die opstapeling van er komt steeds meer minder rustpunten. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Nu heb jij afgelopen zomer een hele mooie trip gemaakt met je gezin. Ja. Je hebt een gezin, een man, twee kinderen. Ja. En wie had dat ooit gedacht? Vertel eens, waar ben je geweest en hoe zag die trip eruit? Nou, het was ook wel naar aanleiding van MVO. Dat ik ook wel dacht van, oké, mijn broer en ik hebben het altijd wel over plan B. Maar ik dacht van, begin dit jaar, laten we eens gaan verkennen. En we hoeven niet meteen naar het andere eind van de wereld, want dat is ook zo, hè, dat niet iedereen past in Zuid-Amerika en niet iedereen past in Azië. Ik zie mezelf daar bijvoorbeeld niet wonen. Toen begin dit jaar is dat gaan leven. En toen dacht ik, laat ik nou eens niet voor the obvious gaan. Maar laat ik eens het binnenland van Portugal, dat we een trip plannen door dat gebied, en Galicië. Maar er zit eigenlijk nog een verhaal daarvoor, dat ik vanaf januari steeds maar bleef dromen over rotsen, over gekke witte strandjes. En op een gegeven moment kwam dat steeds vaker voorbij. Ik vertelde dat aan een vriendin en zij zei eigenlijk direct, Suzette, dat is Portugal. Nee. Oh. Suzette, dit is Galicië. Galicië, oké. Dit is Galicië. En toen zei ik, Galicië, wat is dat dan? Ja. Ze zegt, nou ja, met jouw Keltische roots past dit eigenlijk wel heel goed. Ja. 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 Wel leuk om te vertellen, want ik heb gezien wat voor route je hebt gereden. En ik heb een paar jaar geleden met mijn zoontje, heb ik exact dezelfde route ongeveer gereden met een camper. Ook dwars door Spanje, dwars door Portugal. En dan naar Porto omhoog, door Galicië en dan langs de Atlantische kust terug naar Frankrijk. Dus toen ik die route zag, dacht ik van, hey, prachtig. Mooie tocht heb je gemaakt. Heb je dat met een camper gedaan of met een auto? Nee, wij hebben gewoon de SUV volgestouwd met allerlei kratten. En wij zijn vertrokken. Ja, en het eerste stuk natuurlijk lang rijden. En het tweede stuk vanaf Bordeaux naar San Sebastian. Ja. En toen hebben we daar onder San Sebastian echt prachtig watervallenpark bezocht. En het was toen eigenlijk al magisch. En ik heb eigenlijk die hele trip, alles was van tevoren gepland. We hebben zowel in tentjes geslapen als in hotels. En soms zat er een landhuis bij en soms een kasteel. En ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk diversiteit erin brengen. En dat is ook wel echt wie wij zijn, hoor, ik en mijn man. Wij kunnen niet een week lang op eenzelfde plek. Nou ja, dat kunnen we wel, maar liever niet. Ja. Hey, dan moeten we natuurlijk, we moeten er geen vakantieprogramma van maken. Maar nee. Wat voor plan B elementen heb jij nou in jouw trip terug zien komen? Je bedoelt of ik daar een keuze in heb gemaakt qua locatie? Ja, wat heb je gezien en heb je ervaren, heb je meegemaakt waarvan je zegt, hey, dat past in mijn of een plan B? Toch wel de provincie Castelo Branco. Ja. Wonen veel Nederlanders. Ja. Er is echt een groot verschil tussen Nederlanders die tussen de lokale bevolking gaan wonen, of Nederlanders die een stuk grond kopen, een stuk land, een kavel,
In de buurt van andere mede-Nederlanders. Dat zie je in Castello Branco. Ja, Castello Branco is echt, ja. Maar ook Britten en Zweden en ja, ook andere nationaliteiten. Over het algemeen jonge mensen. Dus eigenlijk is Castello Branco is eigenlijk een oranje vrijstaat. Nou, dat maak jij ervan. nou ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ik heb er geen tijd voor. Misschien in de toekomst wel. Maar nou, misschien is ook een beetje een oproep. Iemand moet daar gewoon een boek over gaan schrijven. Iedereen moet een soort vlog iets gaan bijhouden. Want er komt steeds meer daar. Het begint inderdaad met een gezinnetje waarvan de ouders net aan 30 zijn. Nou, dan komen er vrienden wonen van dat stel. En zo ontstaan er allerlei communities, dorpjes. We hebben het nog steeds over Castello Branco. Ja, dat is zeg maar centraal Portugal aan de oostkant. Dus dat ligt tegen de Spaanse grens aan. Wij zijn dan vrienden gaan bezoeken in Monsanto. En Monsanto is echt een prachtige stad. Er is ook een stuk van Game of Thrones is er opgenomen. Het is echt een hele mooie rotse stad. Je hebt overal watervalletjes en meertjes in de buurt. Dus ze zitten nog steeds wel goed in het water. Het is er wel warm. Ja, ik vind dat zalig. Er zijn mensen die dat niet vinden. De luchtvochtigheid is gewoon heel droog. Daarom voelt het echt niet als 40 graden in de zomer. Heb ik ervaren. Maar het is prachtig. Iemand zou dat... daar kan je gewoon iets heel leuks kan je daarvan maken. Omdat er zoveel verschillende nationaliteiten wonen. En ook de rijkdom, zeg maar, die kinderen daar ervaren qua ontwikkeling. Dat vond ik ook echt wel indrukwekkend. En hoe bedoel je dat? Niet alleen maar het buiten zijn. Maar ook dat ze drietalig worden grootgebracht. Je hebt de taal van de ouders. Je hebt het Portugees, want ze gaan naar Portugese schooltjes. En je hebt de verbindingstaal, en dat is het Engels. Ik vond dat heel mooi om te zien. En ik dacht ook een beetje van, jeetje, ik kom best wel uit een werelds gezin. En ik kwam echt niet ver met mijn Engels. Het is dat mijn man Spaans spreekt en papiaments. Dus met Portugese communiceren ging hem prima af. Maar ik kwam niet ver, hoor. Dat ik wel dacht, omdat je echt de taal moet kennen. Met Engels kom je gewoon niet ver, dus. Nee. Bij de Portugezen tenminste niet. Maar er wonen inmiddels zoveel expats in die provincie. En het is heel mooi. Wat maakt Castello Branco nou zo bijzonder dan ten opzichte van andere districten of provincies in Portugal? Het is heel, heel landelijk. Het is onbewoond. Of tenminste, er zijn delen die onbewoond zijn, waar ook helemaal niks is. Dus je moet ook wel zelfvoorzienend daar gaan wonen. Want je kan niet even een riool doortrekken of even allerlei andere voorzieningen aanleggen. Dat is vrij lastig. Dus in die zin... moet je het daar allemaal wel creëren. En dat vind ik heel mooi aan die provincie. Een vriendin van mij die is daar gaan wonen in een soort gemeenschap. Dat heet Cobas. Zij is een van de eerste bewoners. En er is ongeveer plek voor 50 huisjes daar. En dan hoef je ook niet, zeg maar, tonnen mee te nemen. Zij heeft een stukje land gekocht en daar een huisje opgezet. En ja, je moet iets van 50 of 60.000 euro investeren, maar dan heb je daar al echt iets. Wat wel zo is, is dat je moet natuurlijk alsnog inkomen hebben.
Dus inkomen is gewoon belangrijk, ook daar. Dus alles kan wel veel goedkoper zijn. En je kunt daar heel goed leven van een Nederlands salaris. Maar het is niet haalbaar om te zeggen van nou, nu ga ik in Castelo Branco stad in een kledingwinkel werken. En dan kom ik wel rond. Dat is niet haalbaar. Nee. Nee, het is de beste uitgangspositie heb je toch. Of als je poen hebt. Of dat je wat verdiencapaciteit in West-Europa, Noord, of tenminste Nederland hebt. En je zeg maar, met Nederlands geld daar kan leven. Ja. Dan heb je de best of two worlds. En natuurlijk op een digitale manier kun je heel goed leven en werken. En als je in Castelo Branco een goede internetverbinding hebt. Dan kan je heel veel dingen doen. Ja, nou dat is wel leuk. Want een ex-collega van mij, die heeft daar een stukje land gekocht. En die heeft daar gewoon zo'n tiny house opgezet. En die heeft Starlink aangeschaft. En die heeft zoiets van, joh, de wereld mag vergaan. Ik zit prima. En dan ook echt zo'n tiny house, alles erop en eraan. Dat is echt fantastisch. Dus zij hoeft helemaal niet te bouwen. De zonnepanelen liggen er al op. Het waterzuiveringssysteempje, alles is goed. Ja. Volgens mij heeft Elon Musk nu ook van die tiny houses geproduceerd en ontwikkeld. Ja. Ja. Die voor een relatief klein bedrag kun je die kopen. En daar zit ook alles zit erin. Ja. Dus ja. Dus ja, als je die kun je overal in. Prachtig, ja. Ja. En als je die in een lekker warm land neerzet, ja, je bent toch niet veel binnen. Dus zo heel veel heb je ook niet nodig. Nee, zeker. Maar dat kan jij dus ook doen, want jij bent schrijver, auteur. Jij kan heel makkelijk dus vanuit een land als Portugal dus je kost verdienen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Het is wel zo dat wij verder, doordat we die trip hebben gemaakt en doordat wij best wel onder de indruk waren inderdaad van hoe onze vrienden daar leven, gaan wij dat wel verder onderzoeken, zeker. Alleen de levensstijl moet ook echt bij je passen. En dat is dus iets wat mensen zich niet helemaal realiseren. En dat is soms best confronterend. Vertel eens. En, je hebt een bepaalde levensstijl. Als je ergens gaat wonen in the middle of nowhere, je infrastructuur, je kan niet even zeggen van, oh, ik ga even met vrienden afspreken in de stad en dan naar huis rijden. Want heel vaak zijn de wegen gewoon heel slecht, waar jij dan een goedkoop stuk land hebt gekocht. Dus dan zit je toch ook een beetje vast. En dat merk je dus ook aan vrouwen, zeg maar, die hier in Nederland een heel eigen leven hadden. Naast hun gezin. Moeten daar wel, zeg maar, toch wel deels afscheid van nemen. En ja, iets nieuws gaan creëren. Worden ze toch weer tradwife? Volgens mij hebben wij het daar al een keer over gehad. Ik hou van de toekomst en ik vind zonder alle gekkigheid wat allemaal doorslaat in Nederland, vind ik het fantastisch hoe de emancipatie in Nederland is ontstaan en dat hebben we ook gewoon te danken aan onze Nederlandse oermannen die ons allemaal de ruimte hebben gegeven. Ik kan daarover meepraten in het bedrijfsleven. Een en al lof, acceptatie. Dus ik vind dat heel mooi. En als je kijkt naar Portugal, je gaat wel terug in de tijd. Dan moet je gaan kijken van welke stukken, welke delen van terug in de tijd passen goed bij mij en welke delen niet. Dus er zijn gewoon bepaalde aspecten die ik bijvoorbeeld lastig zou vinden. Ja. Hey, eventjes terug naar je trip, hè? Je zegt je hebt heel veel mensen geïnterviewd, ook tijdens jouw reis. Ja. Wat is er uit die interviews gekomen, volgens jou? Wat is de samenvatting? Wat is de conclusie?
Nou, ik ben sowieso eigenlijk van nature eigenlijk altijd al geïnteresseerd in mijn medemens. Dus ik vind het sowieso leuk om uit te zoeken en verhalen aan te horen om mensen beter te leren kennen. Ik had bijvoorbeeld een mooi gesprek met een Nederlandse dame die in Avo woonde. Avo is echt centraal Portugal. Het is echt prachtig met een rivierstrand en ja, het is ook gewoon echt een heel mooi stadje. Er wonen veel Nederlanders. En zij werkt voor een verzekeraar. Dus ze zei van ja, ik doe iets bijzonders. Dus ik zei nou, wat doe je dan voor iets bijzonders? Ze zegt nou, ik ben actuarieel analist. Ik zeg, oh wat leuk. Ik zeg, ik heb in het verleden een actuariële afdeling opgezet. Dus nou, dan zie je al helemaal error in haar hoofd. Want dan klopt het beeld weer niet met wat ik dan zeg. Dus dat is dan altijd wel weer grappig. En ik merkte aan haar dat zij loskwam en ik vroeg aan haar van, wat is nou de reden geweest waarom je bent weggegaan? En eerst krijg je best wel een wollig verhaal. Nou, toen ben ik wat door gaan vragen. En toen ja, kwam het er eigenlijk op neer dat zij zich eigenlijk altijd fysiek gewoon heel erg benauwd voelde in Nederland. Dat zij zei van ja, ik heb altijd het gevoel, mijn buurman woont echt bovenop mij. Ik ga met de trein naar het werk. En dan duwen mensen mij in de trein. Zo begint mijn dag. Ja. Ik sta bij een koffieautomaat. En dan duwt er weer of loopt er iemand weer per ongeluk tegen me aan. Het zit er ook niet mee. Nee, maar zij zei echt van, zij voelde zich gewoon een soort ingeblikt sardientje. Ja. En toen zei zij ook echt van, ja, maar je moet ook niet vreemd staan kijken dat als je 18 miljoen mensen in een klein landje stopt, dat sommige mensen het daar benauwd van krijgen. Dus zij was ook helemaal niet bewust of wakker of iets dergelijks hoor. Zij vond het gewoon heel erg fijn om te genieten van de hoeveelheid ruimte in Portugal. Ja. Ja. Een andere rode draad. Wat voor rode draad, wat komt er nog meer uit jouw interviews, uit jouw gesprekken met mensen? Dat ze zich helemaal hebben verkeken op bouwprocessen. Die was wel heel bijzonder hoor. Mijn man en ik, wij hebben zelf 6 jaar geleden ons huis gebouwd. Een bouwproces is gewoon heftig. Maar mensen denken vaak ook, of tenminste denken vrij regelmatig, dat het bouwen van een huis in het buitenland makkelijker is dan in Nederland. Oh, nou, vind ik bijzonder om te horen, want ik zou het juist altijd andersom denken. Ja, wij hebben zeg maar een huis gebouwd geheel naar eigen smaak en stijl, zonder welstandscommissie. Dus dat was heel fijn en het stond binnen een jaar. Mm-hmm. Vraag niet hoe, maar dan staat het. En ja, procedures in het buitenland duren gewoon echt heel lang. Dus het is niet zo. En met name van Portugal, hè, is echt een heel stroperig land. Ja, het is een enorme bureaucratie en eer iets op gang komt. En dat. Nou, ja. Daarvoor moet je ook echt afvragen, wil je die bureaucratie in of omzeil je het? Hè, voor mij is dat echt de key vraag. Als je iets wil doen, ja, ga je het officiële proces in? Ga je alle formaliteiten doorlopen en afwachten jaar in jaar uit dat je een vergunning hebt? Of bouw je maar gewoon en dan zie je het wel? Ja. Mijn voorkeur zou dat laatste zijn. Mijn voorkeur zou inderdaad naar het laatste uitgaan, ja. Ja. Nou ja, kijk, als je de middelen hebt, dan kun je ook heel makkelijk daar een tiny house neerzetten op wielen. En dan valt dat onder een caravanwet. En dan kun je daar gewoon wonen. En op zich, ja, het ik-vertrek-verhaal, mensen maken het ook vaak veel groter dan dat het is. Als je weg wil, dan is dat niet heel lastig. En ook qua financiële middelen niet heel lastig. Want er zijn gewoon stukjes land te koop van
20.000, 25.000 euro. En op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik ga dat met mijn ouders doen. Dan is het al de helft. Je neemt samen zo'n tiny house. Je zet er desnoods een yurt naast. Maar hoe zit het in Portugal? Is het allemaal mogelijk als je een stukje grond hebt? Kan je daar gewoon tiny houses op zetten? Nou, als er bij staat bebouwbaar, dan wel. Bouwgrond en bebouwbaar, dat is wel iets anders. Dus dat is wel iets wat je goed moet uitzoeken. Maar ik weet in ieder geval van die ex-collega van mij, zij heeft een bebouwbaar stukje grond gekocht. Er staat één ruïne op en daar mag zij dan tegenaan gaan bouwen. Okay. Dus dat is het verhaal. Maar je mag altijd tiny houses neerzetten? Als het wielen bevat wel, want dan valt het onder een caravanswet. Dan is het ook heel makkelijk als je een stuk grond koopt om dan een soort van camping te beginnen en meerdere mensen daar een tiny house op te laten zetten. Maar een camping. Ja, ik zou nooit een camping doen. We hebben een soort van community. Maar dat is dus wat Cobas is. Ja. Zij hebben ruimte voor 50 huisjes. Ze hebben 12 hectare grond. En volgens mij zijn er nu, de eerste bewoners zijn er nu komen wonen. Volgens mij staan er nu al een paar huisjes. Ja. Ik ga dat eens even bekijken, het Cobas. Ja. Want ik zit zelf al heel lang met zo'n idee in mijn hoofd voor een Oranje Vrijstaat. Om inderdaad een stuk grond te kopen ergens. En dat mensen daar makkelijk een tiny house op kunnen zetten. En dat je op een hele laagdrempelijke, goedkope manier iets kunt realiseren voor mensen, ook met een kleine portemonnee. Ja. Ook een uitvalsbasis willen hebben. Ja. En we hoeven niet allemaal een villa of een finca in de Costa Blanca Noord. Sterker nog, ik denk dat het hartstikke leuk is om daar een tiny house te hebben. Met wat mensen waar je gewoon naartoe kan. En een gemeenschappelijke ruimte. En het is hartstikke leuk. Ja, ja. Nou, ik heb ook een foto gestuurd. Misschien dat die zichtbaar is. Of zichtbaar kan komen in de podcast. Nathalie, een vriendin, die is daar dus gaan wonen. En zij heeft nu het winter wordt. Heeft ze een soort veranda tent aan haar veranda eraan geritst, zeg maar. En dat is met een houtkacheltje. En het ziet er ook van binnen gewoon echt wel heel gezellig uit. En het ziet er ook best, ook best Nederlands uit. Het is toch dat wij altijd wel ervoor zorgen dat ons huis van binnen gewoon gezellig is. En dat het echt een thuis. En wat ik er ook heel leuk aan vind, is dat weet je, die Nederlandse mentaliteit komt echt weer terug. Dat samen dingen doen, samen een weg aanleggen, samen dat land omploeteren. Dus dat is wel heel mooi aan die gemeenschap. Ja, ik zou het op zich wel. Ik vind gelijkgestemden vind ik ook altijd wel. Soms wel lastig hoor. Ik hou meer van opposites attract. Ik kan het beter altijd vinden met mensen die totaal anders zijn dan dat ik ben. Maar in deze tijd, zeg maar, is het wel heel fijn als je elkaars autonomie en soevereiniteit respecteert. Nou, ik vind dat binnen onze gemeenschap van wakkere mensen. Dan denk je dat je een bepaalde niche hebt met gelijkgestemden. Hè? Maar ook de diversiteit binnen deze gemeenschap is nog zo divers. Ja. Dat je ook nog voldoende opposite attracts hebt hoor. ook al denk je allemaal een beetje gelijk na over hoe de wereld in elkaar steekt. Maar dan nog. Ieder mens is toch anders. En Ik heb dat nu ook gezien tijdens Plan B aan Zee in Spanje een paar weken geleden. Uh-huh. Dat je met 24 wakkere ondernemers met affiniteit om naar Spanje te gaan. Dan denk je, weet je, dat moeten toch bijna mensen zijn die aan elkaar gelijk zijn. Maar ook binnen die groep
Zoveel verschillen. Zoveel verschillen. Het is, ja. Het zijn ja. Het mensen. Ja, inderdaad. Maar dat is dus ook met plan B zo. 100 mensen, 100 wensen. Ja. En sommige mensen vinden het dus heel fijn om tussen de Portugese bevolking te gaan wonen. En andere mensen vinden het weer heel fijn om juist in zo'n community het leven verder voor te zetten. En er zijn er ook genoeg die na een jaar zeggen, ik ga weer terug. Dat gebeurt ook. En wat je ook veel ziet is een nieuw land, een nieuw leven en dus ook een nieuwe liefde. Dus het aantal mensen wat uit elkaar gaat, is ook vrij hoog. Mm-hmm. Omdat ze daar een nieuwe liefde vinden, bedoel je? Ja. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat onderdeel is van het proces, van je eigen transitie. Van het leven, van je eigen reis, zeker. Ja, zeker. Ja, daarom. Hey, wat is het hartenbrein? Wat is het hartenbrein? Het hartenbrein, dat is iets wat wij op school niet leren. Net zoals wij niet leren wat relatiekunde is, relatiebeheer, creatieve vormen. Ben je goed met je hoofd, met je hart, met je handen? Dat leren wij niet. Wij leren ook niet iets wat... iets wat echt heel veel meer zichtbaar zou moeten zijn, gewoon binnen onze maatschappij. En dat is ons hartenbrein en hoe wij daarmee omgaan en wat de connectie is tussen ons hartenbrein en ons hoofdbrein. Maar wat is het hartenbrein? Het hartenbrein is sowieso een heel intelligent, zelfstandig orgaan. Het hartenbrein bevat 40.000 neuronen die communiceren met het hoofdbrein. Door middel van hartcoherentie kun je stress laag houden, hou je bloedcirculatie goed, kan je je hormonen balanceren, stabiel maken. De meeste intuïtieve beslissingen maak je ook met je hartenbrein. En wat heel fijn is, is dat allemaal wetenschappelijk is bewezen. Dus dat kan iedereen, kan op Heart Math Institute, kan iedereen kijken wat voor mooie onderzoeken er zijn gedaan naar het hartenbrein. En in het bedrijfsleven wordt het ook wel toegepast hoor. Maar dan is het toch weer een bepaalde laag van de bevolking die dan daar kennis van heeft. Terwijl zoiets zou veel, veel breder onder de aandacht moeten komen. Van wij denken, of wij zijn niet alleen maar dat hoofdbrein. Wij zijn absoluut dat hartenbrein en het is een tweerichtingsverkeer. Mm-hmm. En het een kan echt niet zonder het ander. En ja, er komt gewoon steeds meer. Er zijn echt fantastische onderzoeken die erop staan, die je kan lezen en kan bestuderen. En voor ouders is het ook gewoon heel fijn dat je hebt HeartMath Institute, hartcoherentie voor parents. Dus om je kinderen ook emoties te laten reguleren, daar beter mee om te kunnen gaan. Dus ik zou het heel fijn vinden als dat gewoon wat meer onder de aandacht komt. Ja. Ja. Ja, okay. Omdat het iets... het is wat wij zijn. Ja. Hey, ik wil met jou nog even naar Galicië. Ja. We hebben inderdaad Portugal denk ik wel even benoemd. Hè? Met name het Castelo Branco gebied. En de mogelijkheden die daar zijn. Jullie zijn doorgereisd naar het noorden toe. Dus naar Galicië, naar Spanje. Ja. Wat kwam je daar tegen? Wat maakte je daar mee? Hoe vond je dat? Nou, het is waanzinnig. Galicië is... je hoeft niet naar Curaçao voor de spierwitte stranden. Want die heb je in Galicië ook. Het licht is er echt heel mooi. Zelfs als het bewolkt is, is het licht er gewoon prachtig. Ik heb echt een hele fijne tijd daar gehad. Sowieso, die hele roadtrip was voor ons echt heel fijn. Kokonnen met z'n vieren.
Dat zouden we echt wel een jaar kunnen doen. Zonder dat we iemand anders daarbij nodig hebben. Galicië is dun bevolkt. Ik heb ook contact daar met een leuke makelaar. Wij zouden nog eventjes naar een huis gaan kijken, maar dat ging uiteindelijk niet door. Van onze kant ging het niet door dan. Er was ook gewoon te weinig tijd. Je hebt de Riviera Sacra. Riviera Sacra streek, dat is de wijnstreek. Dat is ook echt prachtig. Galicië kent ook veel microklimaatstukken. Dus daar is het gewoon een stukje warmer dan aan de kust. Het is ruig. Het is overal rotsen en dan kom je weer overal witte strandjes tegen. Maar het is niet. Het zijn witte stranden met heel veel loofbomen eromheen. Dus de natuur is gewoon echt prachtig. Het is een volk wat mij deed denken aan de Nederlanders. Oh ja? Ja, ja. Wat was het vergelijk dan, volgens jou? Ja, nou niet dat Spaanse, die beleefdheid, zeg maar. Ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met de Groningers. En dat in Andalusië een beetje de Limburgers wonen. Weet je dat idee? Ja, ja. De Noorderlingen van Spanje. Een beetje diagonaal. De Noorderlingen van Spanje. Ja. Ja, ja. Ja, dat was ook heel grappig, want ik had een gesprek met een restaurant-eigenaar. En die zei ook al van ja, al die mensen die uit Madrid komen, die mogen hier allemaal hun geld uitgeven en daarna weer heel snel wegwezen. Oh ja. Ja, dus er komen er heel veel uit Salamanca, uit. Madrid, er komen heel veel uit het midden van Spanje. Die komen allemaal naar Galicië, maar ook naar Asturië en Cantabria zit daar ook. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Cantabria is ook echt prachtig. Heel, heel mooi. Maar voor het klimaat moet je daar niet naartoe, hoor. Ik bedoel, dat is net zo. Het is gewoon hetzelfde als Nederland. Alleen het is een stuk mooier. Het is Oostenrijk met heel veel stranden. Ja. Klopt, ik ben er ook langs gereden, langs de hele Atlantische kust, die weg. En dan zie je die zee, zie je dan links liggen. En ik denk, wat een ruimte hier. En normaal gesproken ben je, als je langs een kust rijdt, dan ben je altijd gewend dat er veel bebouwing is, dat het vol is. Ik reed helemaal niks. Dus af en toe zag ik een camper staan midden op het strand. En dan weer kilometers niks. Gewoon helemaal niks. Gewoon zo mooi. Ja. Nou, dat hadden wij dus bij die watervallen in Portugal, Noord-Portugal. En dat was echt Jerez National Park. Dat is echt zo prachtig. Dat is waanzinnig. Ja, daar ben ik ook geweest. Ja. Ben je ook geweest hiken? Ik heb daar gezwommen, ja. Ja, het is prachtig. Ja, ik vond het ook echt. Je voelde ook echt die magie van die watervallen. Dat je ook echt zoiets had van, oké, ik ben echt op een hele bijzondere plek. Maar dan loop je 2 uur lang en dan kom je een mens tegen. Dus dan kom je een mens. Je eigen ras, zeg maar, kom je tegen. En dat is heel leuk, omdat het. Een bepaald gevoel. Dat vond ik er ook gewoon heel bijzonder aan. Dat een land wat zo dun bevolkt is. Ja, natuurlijk zijn mensen aardig tegen elkaar. Want je loopt 2 uur en dan kom je je eigen soort tegen. Dus het maakt dan ook gewoon helemaal niet uit wat voor taal je spreekt. Je bent gewoon heel vriendelijk tegen elkaar. En het gaat met handen en voeten. En ze gaan je allemaal een soort van de weg wijzen, alsof je de weg niet weet. Maar dan doe je gewoon even alsof je de weg niet weet. Omdat je dan toch een soort van. Ja, dus er ontstaat een soort oerverbinding. Die we in Nederland niet meer met elkaar leggen. Want je loopt overal tegen allerlei mensen aan. Dus het is niet meer van, oh, mag ik met jou verbinden? Nee. Nee, het onderwerp mens is niet schaars hier.
Nee. Nou, als het schaars is, heeft het waarde. En als het niet schaars is, heeft het minder waarde. Ja, inderdaad. Inderdaad. En als er te veel van zijn, dan wordt het irritant. Ja, nou ja. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, ik had zelf het gebied Castello Branco. Ik ben er wel doorheen gereden. Maar wel Noord-Portugal, wat ik fantastisch vind. Ze hebben er ook geweest en rondgereden. Vond ik echt zo mooi. Als je dan naar Spanje rijdt. Galicië heb ik geweest. Ja, daar is het gewoon weer heel anders. En ik denk, ja, ook voor plan B zoeken mensen toch wel een beetje het mooie weer ook op. Hè? Want je hoeft aan een hoop dingen niet te denken als het mooi weer is. Mm-hmm. Als de temperatuur goed is, ja, dan hoef je niet. Zeker. Kleding, verwarming, energie. Je hebt heel veel dingen die al geregeld zijn als de temperatuur gewoon goed is. Ja. Nou ja, dan zit je in Castello Branco, zit je dan goed. Het is wel echt een soort mild landklimaat. Dus je hebt daar ook zeker winter. Alleen je hebt je hebt december, januari en februari. Dat is gewoon winter. Of tenminste, ja, winter. Het is tussen de 7 en de 12 graden. Ja, ja. Dan bevries je nog niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, en weet je, lente is daar waanzinnig. Het staat helemaal vol met bloemen overal. Rivieren stromen, alles is drinkwater. Het is een paradijs, hè? Paradijs. Ja, het is een beetje het vergeten paradijs. En daarom, als je dan na 4 weken terugkomt, dan vraag je je natuurlijk wel af. Waarom er 18 miljoen mensen in een heel klein landje worden gepropt, terwijl Portugal is 2 keer zo groot en heeft maar 10 miljoen inwoners. Mm-hmm. En waar wonen de meeste mensen? In regio Porto, Lissabon, Algarve. Maar niet in Castello Branco. Hoewel je daar wel alles hebt, hoor, in die oude stad, zeg maar, in de hoofdstad. Mm-hmm. Het is niet zo dat je daar helemaal teruggaat in de tijd. Het is daar gewoon wel modern en je hebt alles wat je kunt wensen. Zit Nadia Duinke daar ook niet ergens dan? Ja, ik wilde nog langs Nadia rijden, maar wij hadden zo'n strak programma dat... Maar zij zit ook in Castello Branco? Ja. Ah. Ja. Nou, zij is ook een van de sprekers tijdens MVO 25. En zij gaat het hebben tijdens MVO over niet alleen wat ze daar heeft gerealiseerd, het hele spulletje wat ze heeft neergezet, maar ook dat ze plan B activiteiten gaat organiseren voor mensen. Dat ze mensen echt een week lang mee op sleeptouw gaat nemen om de omgeving te laten zien en ook bepaalde communities of streken of stukken grond. Dat mensen echt een beetje een beeld krijgen bij, ja, stel dat ik hier dus mijn plan B zou willen gaan realiseren. Hoe ga ik dat dan doen? Nou ja, dat is ze nu mee bezig om dat allemaal een beetje in de stijgers te zetten. Maar tijdens MVO 25 gaat ze dit ook echt pitchen. En vanaf dat moment is het ook echt een start zijn om mensen te gaan ontvangen en van die plan B weken te gaan organiseren in Portugal. Ja, heel fijn. Dus ik weet dat zij ook tijdens MVO 25 op 11 april een bepaalde speciale aanbieding gaat doen aan de groep ondernemers die daar dus aanwezig is. Dus dat is erg leuk. Hè? Dus nou ja, als mensen dus zeggen van, nou, ik heb het verhaal nu van Suzette gehoord, ik ben verlekkerd, ik zou heel graag willen weten hoe Castello Branco eruit ziet. Dan zou ik zeggen, koop een ticket voor MVO 25. Dus dan zou ik zeggen, laat je door Nadia meenemen. Dan kan ze vertellen inderdaad hoe het leven daar eruit ziet. En hoe jouw plan B eruit kan zien. Ja, ja, Nadia die kan dat heel goed. Want die zit daar inmiddels al 3 jaar, geloof ik. Dus die hebben heel veel ervaring opgedaan. En die hebben ook een heel netwerk opgebouwd. Dus daar kunnen zij mensen goed daarover informeren. Ja, ja, was toch iemand die heeft een kerk daar. Ook een soort van community met een kerkvergunning. Omdat een kerkvergunning is, dat hij aan heel veel verplichtingen niet hoeft mee te doen. Nee.
Dus dat is interessant. Nou ja, ze heeft een heel mooi, ze gaat een heel mooi, hele mooie trip opzetten voor mensen. Dus erg interessant. Fijn. Suzette, heb je eigenlijk nog ambities voor het nieuwe jaar 2025? Ja, zeker. Ik ben op dit moment bezig met mijn boek, wat ik 13 jaar geleden heb geschreven. Als moeders dochters worden, om die om te zetten of over te zetten naar een luisterversie. Okay. Dus er wordt momenteel een luisterversie van gemaakt. Dus die verschijnt als, ergens deze... Als moeders dochters worden? Ja. Wat leuk. Ja. Waar gaat het over dan? Het is mijn levensverhaal, alleen dan met een aantal aanpassingen. Mm-hmm. Het gaat over als moeders dochters worden. Wat gebeurt er dan als je een moederrol zeg maar pakt over je eigen moeder? Het is mijn kindertijd is daarin beschreven. Dus dat is misschien ook leuk voor het plan B. Dat wanneer mensen dat luisteren ook weten van ja, er zijn best wel wat risico's die je neemt op het moment dat je je kind meeneemt naar een ander land. Zorg er dan een beetje voor dat er een zachte landing is op het moment dat je wisselt van land. Het was bij mij niet altijd een zachte landing. Dat heb ik geschreven. Dus het gaat over de moeder-dochterband, over mijn jeugd, maar ook over vriendschappen, over relaties. Een stukje erotiek zit erin. En het gaat vooral over wie ben jij als persoon, je authentieke ik. Dus de zoektocht naar je kern. Daar gaat het vooral over. En het is ook zo dat 13 jaar geleden had ik nog niet zoveel mensen in mijn omgeving die ouders verloren. Dat is nu anders. En ik merk dat mensen enorm worstelen met rouwprocessen. Dus dat is ook wel iets waar ik in de toekomst iets mee wil gaan doen. Om mensen daar niet zozeer op een coaching manier mee te helpen, maar meer door een methode of een soort van, ik wil niet zeggen een stappenplan, maar wel een houvast. Van wat zijn nou eigenlijk echt de lagen van rouwen? Want dat heeft vele lagen vele fases ook. En je hebt allerlei soorten fases. Je hebt hele verdrietige fases, hele ontkenningsfases, boze fases. Dat gaat allemaal op en neer, die emoties. Nou, en daar kun je het hartebrein ook weer heel goed mee gebruiken. Voor gebruiken. Ja, ergens deze winter. Ik moet even kijken. Ik ga dat gewoon gratis op Spotify ga ik dat zetten. En ik wil daar gewoon mee zeggen van... dit is mijn verhaal. Destijds is er een eerste druk geweest, een tweede druk geweest. Toen werd het allemaal een beetje te groot. En toen heb ik besloten om verder te gaan onder een pseudoniem. En gewoon mijn verdere leven door te zetten in corporate life. Ik vind het fijn. Het is eigenlijk gewoon een cadeautje aan mijn medemens. Mooi. Hey, we zitten aan het einde van de podcast. Heb jij nog iets wat je graag wil meegeven aan de kijker? Denk er goed over na waar je wel controle over hebt. Ik merk wel eens aan mensen dat ze zich dan heel erg druk maken over de wereld. Als dat stress oplevert en als je die stressoren zo aanwezig voelt, niemand verplicht jou om televisie te kijken, om een journaal te kijken. Niemand verplicht jou om actie te ondernemen richting de wereld. Dus hou het klein. En hou je lichaam ook gewoon gezond. Want op het moment dat je zoveel stress ervaart elke keer... ik heb mensen best oud zien worden de afgelopen paar jaar. En dat ik denk van ja, als zeg maar... als dat dan zo snel gaat, in hoeverre is dat bewustwordingsproces dan een enorm cadeau?
Ja. Als dat je eerder bij de dood brengt. Ja. En dat is hetzelfde met al die... je moet overal een mening over hebben, hè? Ah, houd het op, ja. Ik zat bij Blackbox laatst in de Wereld is Vierkant. En daar was het ook weer over Israël en de Gaza en de Palestijnen en wat ik daarvan vond. Ik zeg, joh, misschien wil ik er ook even niks van vinden. Ik hoef er niks van te vinden. Mijn leven verandert er niet door. Ik help er niemand mee om daar iets van te vinden. Sterker nog, ik merk alleen maar door alles wat we overal maar denken van te moeten vinden, dat we verder van elkaar afkomen te staan. En dat we, het heeft gewoon geen zin. Ja, het is cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Ga je nou alsjeblieft dingen richten op de dingen waar je wel invloed op hebt. In plaats van de dingen waar je geen invloed op hebt. Het heeft toch geen zin. Nee, je hebt invloed om je lichaam sterk te maken. Je hebt invloed op wat je eet. Maar weet je nog dat wij, toen wij jong waren, wel zijn geprogrammeerd op die manier. Dat je de krant moest lezen en het journaal moest volgen. Omdat dat gewoon eigenlijk een aspect was van een goede opvoeding. Dat je de krant las en dat je het 8-uur-journaal keek. En dat je wist wat er in de wereld gebeurde. Dat was belangrijk. Ja, ik kom wel uit een heel ander gezin. Dus dat is wel heel filosofisch en heel wakker. Mm-hmm. Ik heb het ook nooit een probleem gevonden. Totdat ik er wel last van kreeg van de niet wakkere mensen de afgelopen 3 jaar. Mm. Daarvoor vond ik het geen enkel probleem. Dacht ik van ja, prima. Wat vond je geen enkel probleem? Nou, dat niet zichtbaar... Dat mensen heel goed gelovig zijn. En ergens vind ik het ook heel mooi dat mensen zo goed gelovig zijn. Hey, we gaan eventjes naar de laatste onderdeel toe van deze podcast. En dat is de tegenvraag. Jij mag mij ook een vraag terugstellen. Heb jij iets wat je nog graag van mij zou willen weten? We hebben het over Castelo Branco gehad, we hebben het over Nadia gehad. Je hebt mij verteld dat Willem Middelkoop op het podium staat bij MVO. Ja. Zijn er nog verder sprekers? Vorig jaar was het echt zo'n hele mooie line-up. Is dat dit jaar weer zo? Ja, dit jaar hebben we weer Bob de Wit, die komt spreken. Een heel nieuw verhaal, nu niet meer over Society 4.0, maar over hoe hij de toekomst voor zich ziet. En ook met artificial intelligence, heel interessant. Frank Reusink komt praten over hoe je, als je je los wil maken van bepaalde, ook van de instanties, dat je daar op een hele mooie manier mee om kan gaan. Omdat dingen echt niet zo zijn als dat ons wordt verteld dat ze zijn. Nou, Flavio Pasquino die komt praten over Blackbox en zijn ontwikkelingen daarin. En geeft een aantal hele mooie dingen daarin mee. Willem Middelkoop natuurlijk. Nadia Duinker over Portugal. Ambassade van Mexico die komt langs. We hebben een partij die het heeft over het heel makkelijk aanvragen van verblijfsvergunningen in Zuid-Amerika. Ik natuurlijk met mijn BV-verhaal over dat jouw BV en de Belastingdienst kan helpen met jouw plan B. Paul Buitink gaat praten over edelmetalen en plan B. En ik heb Tim Douwsma als dagvoorzitter. Leuk. Ja, dus we hebben weer een hele mooie line-up. Een hele mooie line-up. Ja. En dus eigenlijk alles, iedereen gaat het hebben over plan B. Iedereen heeft in zijn verhaal plan B verweven. En hoe hij dus aankijkt en plan B meeneemt in zijn leven en in hetgeen wat hij aan het doen is. Dus het thema is plan B in one day. MVO 25 op 11 april is plan B in one day. Ja. Jij bent harte uitgenodigd. Ja, nogmaals dank. Ik ga jou danken voor jouw verhaal, voor jouw wijsheid, voor al je informatie. En ik ga de kijker ook even bedanken. Iedereen bedankt voor het kijken naar deze prachtige uitzending. Ik wil je één ding vragen, beste kijker. Abonneer je op dit YouTube-kanaal. Want op de een of andere manier zitten we vast met het aantal abonnees. Het staat nu al 2 weken op 14.000
999. En we raken maar niet die 15.000 aan. Ik weet niet hoe het komt. Dus abonneer je. En dan help je ons er ook weer mee. Bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week.